Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Vianen heet ik u van harte welkom in deze dienst, die we helaas ook vandaag weer volledig online vieren. Maar al zijn we hier in de kerk met weinig, we voelen ons verbonden met u die thuis met ons meekijkt of luistert. Tijdens de moderamenvergadering van afgelopen donderdag hebben we het negatieve zangadvies van de landelijke PKN besproken. We hebben geprobeerd hier een zo zorgvuldig mogelijke afweging in te maken, waarbij we onder meer hebben meegenomen dat we de beschikking hebben over een grote kerk, waarin we veel mogelijkheden hebben om afstand te houden. Dat we met een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig zijn en dat helemaal niet zingen een kaalslag van de diensten betekent. Dat allemaal meenemend hebben we besloten om op dit moment op beperkte schaal toch te blijven werken met zangers in onze diensten. Waarbij we nog scherpere voorzorgsmaatregelen zullen nemen dan we al deden. We hebben daarbij onder meer kritisch gekeken naar de onderlinge afstand en het aantal zangers, om op die manier op een verantwoorde manier te blijven zingen. We houden de ontwikkelingen vanzelfsprekend goed in de gaten. In deze dienst gaat vandaag voor dominee Anneke Lodewijk. Het orgel en de vleugel worden bespeeld door Rink Bakker. En Gerry de Bit en Rut van de Jacht zingen voor ons. Mijn naam is Ingrid de Jong. Ik ben vandaag ouderling van dienst. De bloemen van vandaag die daar staan gaan als een groet van ons allemaal naar mevrouw Janneke Hogendorf. Vandaag start de actie Kerkbalans 2021 met het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen. Normaal gesproken zou op deze plaats een van de kerkrentmeesters staan om u daarover iets te vertellen. Ook dat kan nu niet, dus vandaag doe ik dat. Voor deze dienst heeft u al een presentatie kunnen zien over de actie Kerkbalans. Na de dienst zal deze worden herhaald. Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen. De handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, het klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken. Samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Met de actie Kerkbalans willen wij u vragen om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn. Mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden. Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Alleen dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Vanaf deze plaats willen we ook alvast alle vrijwilligers die de enveloppen gaan rondbrengen hartelijk bedanken. Tot slot wijs ik u nog graag op de mogelijkheden om bij te dragen aan de collecte, zoals die op de zondagsbrief staan en straks ook op de schermen. Na ons stil gebed beginnen we straks de dienst met Psalm 66, vers 1 en 2. We wensen elkaar een gezegende dienst. Laten we dan nu een moment stil worden voor de Heer onze God. Thank you.
Ook vanmorgen mogen we weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. In de naam van die God mag ik u groeten. U hier in de kerk, u thuis verbonden met ons via de livestream. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We vieren vandaag de derde zondag van Epifanie. Epifanie, ook wel met een mooi oud-Nederlands woord, verschijning. Met kerst, een paar weken geleden, vierden we dat Jezus kwam. En met Epifanie in die weken vier je waartoe hij kwam. En vandaag horen we een mooi verhaal over dat waartoe. Een feestverhaal. Een bruiloftsverhaal. Een bruiloft die bijna in het water viel. Helaas, klein misverstandje. De orde van dienst voor vandaag, die staat niet in de gemeentebrief. Was maar even niet helder naar welk mailadres dat moest, maar... Geef niet, in de gemeentebrief staan wel de beide lezingen voor vandaag al genoemd. Dus die kunt u, als u dat wilt, thuis opslaan en meelezen. En ik zal de liederen verder zo duidelijk mogelijk afkondigen. Bidden we nu samen ons gebed om ontferming. Dat gebed wordt besloten met een gezongen Kyrie, lied 301k. Laten we samen bidden. O Heer onze God, als de wijn opraakt en het feest in het water valt, als zorg en verdriet ons bezwaren of ziekte ons buitenspel zet, een pandemie alles stillegt, eenzaamheid ons overvalt of pijnlijke herinneringen aan ons knagen, als schuld ons hart zwaar maakt of vertwijfeling uw licht verduistert, als alles ons te veel is, als de schaduw van de dood heel ons leven overdekt. Heer, ontferm u dan over ons tekort. Breek in ons bestaan door met uw licht, uw kracht, uw warme liefde. Want zo is hij verschenen, uw zoon, onze zon, in dit leven, in deze grijze dagen. Zo bidden we u voor onszelf, voor de mensen met wie we hier zijn, voor degene met wie we deze dienst meemaken, voor al uw mensen in deze wereld. Zo bidden we, in de naam van hem die het brood met ons deelde en de wijn voor ons inschonk. Jezus onze Heer. Zo bidden wij, zingend.
Gemeente, God schenke ons vergeving, vertrouwen en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. Prijzen wij zijn naam. Het loflied is vanmorgen lied 304. Zing van de Vader. Laten we samen bidden voor we de schrift openen. Trouwe God, u danken we dat u erbij bent. Iedere dag, iedere week. U danken we voor uw woord dat ons verscheen in Jezus, uw Zoon. U danken we voor uw woord dat bij ons is in al die verhalen in de Bijbel. U danken we voor uw woord dat naar ons toekomt in woorden van bemoediging en troost. Woorden van vermaning, verheldering. Wees, o God, met uw geest in dat woord. Wees met uw licht bij ons als we gaan lezen, als we gaan luisteren. Zo vragen we u voor al die mensen die, net als wij vanmorgen, hier in de kerk en thuis, voor al die mensen die zich verzamelen rondom uw woord. Wees met uw geest in ons midden. Amen. Twee bruiloftsverhalen vanmorgen. Eén gedeelte uit Jesaja. Jesaja 62, vers 1 tot en met vers 5. En een gedeelte uit het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 11. Na de lezing uit Jesaja klinkt het schriftlied dat bij die lezing hoort. Om Sions wil zwijg ik niet stil, lied 176, 1, 2 en 3. En na de lezing uit Johannes klinkt lied 526, vers 3 en 4. Eerste lezing uit Jesaja 62, vers 1 tot en met 5. En die zal Ingrid de Jong voor ons verzorgen. Vreugde over Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen en je land mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Tot zover. Johannes 2, vers 1 tot en met 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bediende aan: "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Dat is zo tussen de 80 en de 120 liter.
Jezus zei tegen de bedienden: vul die vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. Toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, die wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Lied 526. Juich voor de koning van de Joden. Vers 3 en 4. Ik weet niet of er kinderen zijn die de dienst meemaken, thuis of hier in de kerk. Ik geloof wel dat er één is. Nou, als ik aan de kinderen denk, is het eerste wat in me opkomt. Wat jammer dat jullie van de week, jammer is dat toch niet naar school gaan. En volgende week ook nog niet, dat nog weer langer duurt, hè. Veel sterkte met thuis alles leren en al je werkjes maken. En ik hoop dat die tijd gauw weer voorbij is. En dat jullie gewoon weer naar school kunnen. Ik kan me zo voorstellen dat best wel eens een beetje saai is. Dat je thuis zit. Dat je zo'n gevoel krijgt van ja, wat maken we nou eigenlijk nog mee? Er gebeurt niet zoveel. En ik kan me ook voorstellen, als je nou de Bijbelverhalen hoort vertellen, het verhaal dat ik net voorlas ook, dat je dat gevoel ook een beetje hebt. Dat je denkt, ja, vroeger,
Die mensen die met Jezus meegingen, die beleefden nog eens wat. Maar wij, zoals dat verhaal dat water wijn wordt. Mooi, maar dan maken wij nooit mee zulke dingen, toch? Nou was er vroeger, heel vroeger, een keer een meneer, Augustinus, maar dat mag je verder vergeten. Die ging daar een beetje op in, op dat gevoel van, wij maken dat niet meer mee. Hij zei, oh ja? Beleef je zoiets nooit? Dat water wijn wordt. Denk nou eens even na. Zo'n wonder beleven we toch ieder jaar? Want hoe gaat het? Je hebt een plant, een druivenplant, een wijnrank. En wat doe je daarbij? Water. Ja, een beetje meer water dan ik hier in mijn glaasje heb. En dan gaan de druiven groeien. En die ga je oogsten. En die worden geperst en dan komt er druivensap uit en dan wordt dat wijn. En dan heb je, als alles goed gaat, een glas wijn. Maar wat heb je er eerst bij gedaan? Water. Maken wij dat niet meer mee? Dat water wijn wordt. Nou, als je daar eens bij stilstaat, dan maken wij zulke wonderen best nog mee. Dat gras boter wordt. Dat zien wij nooit gebeuren, toch? Nou, als je daar eens over nadenkt, maken we zoiets misschien nog best mee. Probeer daar maar eens over te denken. Wat voor wonderen maken wij nog mee? En als je naar je eten en je drinken kijkt, dan weet ik heel zeker dat je nog allerlei wonderen tegenkomt. En dat misschien dat leven wat je eerst zo saai leek en waar zo weinig in gebeurde, dat daar toch nog wel kleine wondertjes in te ontdekken zijn en lichtpuntjes. Over een leven met tekenen, met wonderen gaat het, gemeente. Om het goede leven. Daar gaat dat verhaal van Jezus in Cana over. Die bruiloft. Nou ja, om precies te zijn, over dat wonder gaat het eigenlijk niet zozeer. Die Augustinus, kerkvader Augustinus, die merkte al eeuwen geleden, 5e eeuw, heel to the point op. Ja, dat water in wijn verandert, dat is iets wat we toch ieder jaar zien gebeuren. Nee, het gaat niet zozeer om het wonder, het gaat om de betekenis daarvan. Het verhaal. Het teken, die wijzen ons ergens naar. Naar het goede leven in het koninkrijk van God. Maar dat goede leven, vertelt het verhaal, is soms ver te zoeken. In Cana is de wijn op. Is dat goede leven ver weg. Met het verhaal over de bruiloft in Cana en al wat daar tegen de achtergrond speelt, de achtergrond van die bruiloft, wijst Johannes tussen de regels door, naar die andere bruiloft, het verbond van trouw tussen God en zijn volk. Heel vaak wordt dat verbond vergeleken met een huwelijk.
kwamen dat beeld ook tegen in het gedeelte dat we lazen uit Jesaja. God, de bruidegom, het volk, de bruid. En zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid, zo zal God zich over jou verheugen, profeteert Jesaja. God, de bruidegom, zijn mensen, gemeente, de bruid. Eigenlijk, vertelt Johannes, eigenlijk is Kana overal waar het verbond tussen God en mensen geleefd en gevierd wordt. Overal waar mensen proberen dat verbond gestalte te geven. Kana is ook hier. En Kana is inderdaad ook daar en toen. Toen, zo horen we vooraf Johannes vertellen. Toen was Jezus net begonnen met zijn leerlingen op te trekken. Eén voor één, vertelt Johannes, waren ze gevraagd door Jezus, ga met mij mee. En ze laten alles achter. Stel je voor, je neemt ontslag of betaalt verlof, je laat je familie thuis en je maakt of neemt tijd voor hem. Voor hem die jou vraagt, kom, ga mee. Zo volgen de discipelen Jezus. En waar gaan ze dan heen? Naar het leven van alle dag. Naar een bruiloft in Kana. En dan naar een markt bij de tempel. Naar een gewone synagoge. En ze ontmoeten samen met Jezus mensen, vrouwen bij de bron, mensen in een ziekenhuis. Met Jezus meegaan, vertelt Johannes, Jezus volgen, dat is blijkbaar niet opstijgen tot grote hoogte. Nee, het is afdalen naar het gewone leven. Blij met de blijde, bedroefd met de bedroefde. Jezus volgen kan wel iets groots betekenen, maar vaak is het betrekkelijk eenvoudig. Zo gaan ze naar een gewone boerenbruiloft in Kana. En daar komt gebrek aan wijn. Zo gaat het ook. Als je meegaat met Jezus, kom je op plaatsen waar tekort is. Daar word je mee geconfronteerd met dat tekort. Met niet genoeg hebben. Niet genoeg mensen om bepaalde taken te doen. Niet genoeg geld. Gebrek aan energie. Gezondheid. Tekort aan moed. Aan de wil om iets te doen. Volharding. Als je met Jezus meegaat, word je geconfronteerd met tekort. Gebrek, nalatigheid, gebrokenheid en schuld. Je ziet dat bij jezelf, bij anderen. Daarmee word je geconfronteerd in het leven met Jezus Christus. In het leven als zijn gemeente. En in het verhaal van Johannes is Maria, zijn moeder, is Maria, Jezus' moeder, de eerste die dat tekort zich aantrekt en daar de vinger bij legt. Ze ziet het probleem en komt in actie. Ze denkt niet, nou, ze zoeken het maar uit, het is mijn feestje niet. Nee, Maria toont zich betrokken. Ze doet haar mond open en gaat als een soort klokkenluider, zouden wij tegenwoordig zeggen, naar Jezus. Ze hebben geen wijn meer. Zij brengt de verandering op gang door haar mond open te doen. Zoals die parlementsleden die jarenlang hebben gewezen op het onrecht dat zoveel ouders van jonge kinderen werd aangedaan in de toeslagenaffaire. En gevochten hebben om dat aangekaart te krijgen. Om recht te krijgen voor die groep. En nog vechten.
Of, wat dichterbij misschien, als je het vermoeden hebt dat jouw buurman vereenzaamt. Je ziet hem nooit meer en je denkt, redt hij het wel? Zeker in deze moeilijke tijd. Dan kan je gewoon doorleven met dat vermoeden en verder niks doen. Je kan ook toch maar de stoute schoenen eens aantrekken. En dat is soms helemaal niet makkelijk. En proberen een praatje te maken. En dat kan het begin zijn van veel goeds. Doen of je neus bloedt en niks zeggen. Ach, die neiging hebben we zo vaak. Maar dat is meestal niet het beste. Problemen moeten worden aangekaart, bespreekbaar gemaakt. En dat deed Maria. Maar Jezus reageert afwijzend. De rem. Nee, 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 mijn tijd is nog niet gekomen. Ook dat is in het Koninkrijk van God. Daar is een nog niet. Een wachten, geduld oefenen. De tijd van redding, tijd van herstel is nog niet aangebroken, zegt Jezus. En Maria, ze zet haar ongelovige, zet haar ongeduld om in gelovige verwachting, in hoopvol vertrouwen. Ze gaat naar de knechten toe en spreekt dat belangrijke woord. Doe maar wat hij jullie zegt. En als zijn tijd is gekomen, zegt hij, vul de vaten met water. Ik heb nog gezocht naar een plaatje van zulke vaten, maar kon ze niet vinden. Het zijn joekels. Vaten waar zo tussen de 80 en de 120 liter water in kan. In de vorige vertaling heten ze dan ook manshoge vaten. Knoeperts. En Jezus zegt, vul die maar met water. Dat moet een heel gesleep zijn geweest. Ik vind dat iets heel moois in dit verhaal. Jezus zegt dus niet tegen die dienaren, jong, regel nou vlug die wijn, want die is bijna op. Hij gaat ook niet klagen bij de bruidegom. Nee, hij vraagt niet meer dan mensen kunnen. En sluit aan bij hun mogelijkheden, hun aanleg en hun gaven. Water scheppen, vraagt hij. En wachten op het wonder. Water scheppen, vraagt hij van ons. En vaten vullen. Dat kan van alles zijn. In deze weken van de actie Kerkbalans is dat water scheppen misschien wel. Enveloppen wegbrengen, weer ophalen, mail uitsturen, mensen vriendelijk te woord staan, informatie geven, klachten aanhoren, doorverwijzen van die klachten, nog eens teruggaan naar mensen die niet thuis zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Water scheppen is denk ik ook samen voldoende geld beschikbaar stellen, zodat het kerkenwerk kan doorgaan. Water scheppen is feliciteren, geluk wensen, meeleven, condoleren als dat op je pad komt. Er zijn als je er zijn moet. Of alles klaarmaken voor zo'n dienst als we hier vandaag vieren. Of het kerkgebouw onderhouden. Is ook het diaconale werk namens onze gemeente. Is alle werk dat namens de gemeente gebeurt. Van een goed verzorgde liturgie tot en met bezoeken brengen, vergaderen, koffie schenken, elkaar vasthouden, de crèche, kortom, alles wat binnen de mogelijkheden die geschonken zijn, er is.
En dan wachten op het wonder. Van ons wordt niet verwacht dat we van water wijn maken. Maar het wordt wel echt feest als je mag ontdekken, het eigenlijke doet Hij, Jezus. Terwijl wij het werk doen. En wat een klus is dat soms. Die watervaten die waren zo gauw niet gevuld. En wat gaat dat dan vaak voor je eigen idee met een hoop gestuntel? En wat duurt het lang? Terwijl wij ons werk doen, komt Jezus met zijn overmacht en maakt overvloedig waar wat Hij beloofd heeft. In Cana kan feest worden gevierd. Honderden liters wijn en overvloed aan wijn, onverwacht. Laten wij gemeente met moed en vertrouwen doen wat van ons gevraagd wordt. Wij vullen de vaten. Hij maakt de wijn. In de soms bescheiden dingen die wij doen, mogen we ruimte maken voor Hem, voor het wonder. Ruimte voor Hem om Zijn genade te laten stromen. Amen.
Mooi om ook het orgel te mogen horen in deze dienst. Een mooi orgel speelt bij dat lied. Midden onder u staat hij die gij niet kent. Prachtig. Dat is onze organist. Hij is weer terug, zie ik weer terug. Wordt er gezongen lied 653. U kennen uit en tot uw leven. 653 vers 1, 5 en 7. We willen samen danken en bidden. Er is ruimte voor stil gebed. We besluiten onze gebeden met samen zo mogelijk hardop het Onze Vader te bidden. Laten we bidden. O God van liefde en trouw, u danken we dat we samen mogen komen. En al zijn we dan bij lange na niet allemaal samen in uw huis, u danken we dat er ook ruimte mag zijn in ons eigen huis, in onze eigen kleine kring, soms zelfs in onze eenzaamheid, om u te vinden en om toch weer verbonden te zijn met u, met de mensen in de gemeente. U bidden we op deze dag voor alle van wie het feest in het water valt. Voor wie het wachten moe zijn. En zo verlangen naar meer openheid, ruimte, mogelijkheid om erop uit te trekken. Nu bidden we voor alle kerken en gemeenten. Hier in Nederland, in deze weken bezig met de actie Kerkbalans. Ook hier in Vianen. U danken we voor alle vindingrijkheid die er is. Alle creativiteit, mogelijkheden die worden gezocht en gevonden om het kerkelijk leven door te laten gaan. En alle inzet daarbij. En we bidden u om volharding. Dat we vol mogen houden. We bidden voor wie rouw dragen. Dat ze kracht mogen vinden in hun verdriet. Getroost door uw aanwezigheid, door mooie herinneringen.
Neem, o God, onder uw hoede wie ziek zijn of bang om ziek te worden. De voorzichtige, de roekeloze, de geduldige en de mensen met de korte lontjes. We bidden om steun voor wie keihard moet werken in deze tijd. In de zorg, waar ook. Voor wie hard zijn getroffen. Wie hun baan of toekomst hebben verloren. We bidden voor wie leven met kwaadheid en wrok. Met haat tegen wie anders denkt, anders gelooft, anders lief heeft. Angst voor de ander. Voor onze samenleving bidden wij. Zo hard en toch ook zo kwetsbaar. Heer God, wil ons ook horen als we tot u bidden vanuit de stilte van ons hart. En mag al wat we willen zeggen met of zonder woorden samenkomen in dat ene gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, lied 1014, gaat over iets wat van hand tot hand gaat. Ja, echt handen geven, dat kan al een poos niet meer. Maar toch kan er nog van alles van hand tot hand in de figuurlijke zin doorgegeven worden. De vrede en Christus. Lied 1014, vers 1 en vers 5. Allen hier in de kerk en thuis een heel fijne zondag verder gewenst. Voor wie hebben bijgedragen aan deze dienst, hartelijk dank. De muziek, mensen van de techniek. Ik moet zeggen, met zulk opwekkend piano en orgelspel moet ik af en toe wel op het puntje van mijn tong bijten om niet mee te gaan zingen. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik geloof dat het gelukt is. En hopen dat we met verloop van tijd weer samen kunnen komen en uit volle borst meezingen.
Hoe uw weg ook gaat, weet dat die weg door de zegen van onze Heer gedragen is, die ik u nu mag meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.